Naar wie het wijst, die moet de limo overlaten. 3, 2, 1. Kan je goed tegen pikken? Nee, amai. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Giel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Bram. Mijn naam is Ize. Mijn naam is Laura. Mijn naam is Laura. Mijn naam is Jasper. En vandaag hebben we een superleuke challenge. Ja. Want we hebben een reusachtige roze hummerlimo. Wie als laatste de roze hummerlimo verlaat, die wint. Laura, omdat jij de special guest bent vandaag, voor hoeveel likes gaan we? 17.553 likes. Wow, oké. En laat ook weten of jij ooit al in een hummerlimo hebt gezeten. Niet zomaar een limo, een hummerlimo. En dit is hem! Dit is de voorkant. Kunnen jullie even opzij gaan, dat we een prachtige limo kunnen zien. Wauw. We gaan instappen en we hebben ook een professioneel iemand die ons in laat stappen vandaag. Wauw, luxe. Celine gaat als eerste. Kijk eens aan. Huppa. Ik ben benieuwd naar de binnenkant. Als tweede. Laura. Bram. Oh, wie gaat deze challenge winnen? We zijn met zoveel. Ik ben voorbereid. Oh, je hebt eten mee. Ik heb ook eten mee. Oké, oké. Oh, Jasper, toon eens wat je allemaal mee hebt. Drinken, chipjes en oh, zo van die pikante bollen. Oké. Oh, het is wel echt mooi hier binnen. Ja. Oh, check dit allemaal. Oh, nee, we gaan niet vertrekken. Het is wie als laatste de limo verlaat die bent. Zo is het precies een videoclip eigenlijk. Ja, zo. Er staan hier heel wat dingen klaar voor verschillende challenges. Hier kan je dus muziek installeren. Hier staan de champagneglazen. En hebben jullie daar nog iets? Ja, hier de chauffeur is het achter ons. Iedereen voelt zich al thuis in de Hummer. Maar het is tijd voor de eerste challenge om de sfeer er een beetje in te brengen. Bram is precies een minion. Ik heb twee balletjes, ja eigenlijk één balletje in mijn ene hand, een aardbei in mijn andere hand. Laura, waar is de pingpongbal? Ja, hallo. Ja. Als ze het juist heeft, gebeurt er niets. Stel dat ze het fout heeft, dan moet ze geblinddoekt grijpen in de pikantste snoepen te winnen. Echt, heb je brood mee? Nee, die zijn hard. We hebben brood en we hebben melk uit de limo. Dus, als je eruit wil... Dat is echt goed! Oh, ja, Bram heeft brood! Bram heeft brood! Maar alleen maar voor mij! Voor mij! Bram, jij mag als eerste. Waarom ik? Omdat nee, dat is goed, dat is goed. Oké, ben je klaar? Ah ja, het is eerst een balletje, ja. In welke hand zit het pingpongballetje? Hier. Ja, ik ben zeker. Ja! Jij denkt die? Deze? Ik zie het al. Je mag gewoon veranderen, hè. We gaan... Nee, we zullen eerst rond gaan bij iedereen. Oké. Zeker? Oh. Ja. Oh! Oké. Oh nee. Deze. Het is juist! Kijk, en nu hebben we mee. Klaar? Oh! Is het juist? Yes! Wat? Oh, yes. Iedereen heeft het juist! Behalve Jasper. Die is een goed doel, hè? Ja. Niet kijken, niet kijken. Oh, dit is... Zeker? Ja. Oh, okay. Ja! Maar hoezo hebben jullie het allemaal juist? Oh, dat is echt spannend. Amai, dat is echt... Ja. Ja! Jasper, je mag wegdraaien bij je hoofd en één. En goed rammelen. Snoepje nemen. En ik kom daar niet in. Oké, hij heeft eentje. Welke? Oranje. En moet ik echt bijten of maken? Ja, dus. Nee, bijten, bijten. Uh-oh. Oh, amai, ik voel dat al. Kan je goed eten? Ja, pikant? Nee, amai. We hebben melk en brood uit de limo. Dat is de pikantste, hè? Is dat niet de pikantste? Nee. Jasper, moet je water? Ja, maar nee, maar wordt dat dan niet erg? Nee, water mag, hè. Maar je hebt brood. Mike. Maar choco. Ja, maar het is bruin brood. Oh, weet dat wel. Wat? Het is bruin brood, zegt hij. Jasper had geluk. Het was niet de pikantste. Ja. En het is wel echt gek, want we hebben dit 7 keer gedaan. En nu is het tijd voor de volgende challenge. En één iemand
zal al uit de limo moeten. Madre mia. Bij deze challenge kunnen meerdere mensen de limo verlaten. We krijgen elk om de beurt een post-it op ons voorhoofd met een woord op. Wij mogen vragen stellen, ja of nee. Als je niet raadt wat er op je post-it staat binnen 60 seconden, mag je in de koude gaan staan. Oké? Ja, oké, oké. We hebben een woord nodig voor Celine. Ja, ik weet het. Oké, nee, Ize, jij hebt mij, Celine. Nee. Ja, zeg. We hebben een woord. Dit is het woord op Celine haar hoofd. Ja. Jij mag vragen stellen, wij antwoorden met ja en nee. Thema, alsjeblieft. Nee, ja en nee gewoon. Oké, wie had er time in 1 minuut? Bram. 3, 2, 1, actie. Bekende personen? Nee. Eten? Nee. Dieren? Ja. Hond? Ja. Trixie? Ja! Checken. Ja, een nieuw woord. Wie gaat het opschrijven? Ize. Maar we kunnen echt zo'n videoclip maken. Ja, het is tijd voor een nieuwe parodie, denk ik. Ja? Oh, nee, come on. Kent de limo. Wat? Ja, duidelijk. Laura, niet spieken en Celine, niet zeggen. Ik zeg niks. 3, 2, 1, go! Ja! Is het een dier? Nee. Een mens? Nee. Een ding? Nee. Ja, een soort van. Kan je er iets mee doen? Ja. Kan je er met iemand communiceren? Ja. GSM? Ja. Alleen, het heeft er iets mee te maken. Maar, sst! Oh! Denk aan dingen op je GSM, laatste tip. GSM, hoesje, GSM. Nee. Op je GSM. In je GSM. TikTok. Nee. Bijna. Apps. Foto's. Nee. Snapchat. Ja. Allee. Wat? Dat was nog binnen de tijd. Ja, dat was nog binnen de tijd. Ja. Dit is het woord van Ize. 3, 2, 1, Fart. Go. Okay, bekende personen. Nee. Bekende app. Nee. Honden, dieren, nee. Mensen. Nee. Wow, sport. Nee. Een persoon. Nee. Wow! Ja. Ik heb toch een stad. Nee. Nee. Iets van aardrijkskunde. Ja! Een monument. Ja. Nee. Is het iets van buiten? Iets ja. Van, ja. Natuur? Ja. Ja. Sterren? Nee. Ja toch? Is iets van in de ruimte? Is dat een ster? Ja toch? Oké, zij zeggen dat een ster is. Is iets van in de ruimte? Ja. Planeet? Oké, je ziet het elke dag, is een tip. Maan. Nee. Zon. Ja! Was die tip zo makkelijk? Ja. Sorry. Maar wacht eens, de zon is een ster? Wacht, is de zon een ster? Ja. Ja, jullie, dat is waar Lara in zit. Nee! Hebben jullie een woord voor Michiel? Kijk, dit is het woord. 3, 2, 1. Een voorwerp. Nee. Nee. Een dag. Nee. Een mens. Nee. Een dier. Nee. Natuur. Nee. Een sport. Nee. Bekend persoon. Nee. Bekend iets. Ja. Is het op je gsm? Nee. Ja. Kan. Is 20 seconden bezig. Nee. Een tip. Je kan het semi-gerelateerd met jullie semi. Een doepoeg. Nee. App, TikTok, een challenge! Nee! Een video! Nee! Een foto! Nee! Een post! Nee, een short! Nee! Een TikTok! Nee! Een Instagram! Nee! Een video! YouTube! Nee! Groter! Nee! Film! Rewind! Ja! Dat was echt! Ik dacht echt op je gsm en jullie zeggen ja, rewind! Maar ja, het kan hè! Ja, je kan kijken op je gsm! Maar ik heb dan een tip. Ja, echt hè! Thanks, Ize! Wat was ik binnen de tijd? Ik denk, ja, jury! Ja, want bij mij was het ook net binnen de tijd. Mens, juist gepast! Dit is het woord van Bram! Plak het erop! Ja, kan je een tip geven? Oh! Nee? Maar het is gewoon een grappige tip, Bram is daar toch niks mee. Als je het woord omdraait, is het ook een Engels woord. Maar daar ben je nog niks mee. Heeft iemand timer? Alleen, het is drie. Het is bezig. 3, 2, 1, actie. Bekende persoon. Nee. Sport. Nee. App op de GSM. Nee. Is het, pak iets vast. Is het een kleur? Ja! Ja! Hoezo? Kleur! Kleur! Zeg, staat nog 10 seconden. Oranje. Nee. Geel. Nee. Blauw. Nee. Zwart. Nee. Drie. Rood. Ja! Yes! Zo zegt hij. Yes! Nee, ik keek naar roos en hier naar dit en ik dacht, ah, misschien is het een kleur. Oké, woord staat hier. Dat is jouw woord. Oh, wat hè? Nice. Jasper heeft een woord, dit is wel echt een moeilijk woord. Pas op van je hart. Nee, man.
dat is niet moeilijk. Ja, nee, het is weer eerlijk. 3, 2, 1, actie! Een bekend persoon. Ja! Ja. Een soort van. Ja, een acteur. Nee. Een soort van, wel. Ja, toch niet van Amerika of... Nee. Praat hij Engels? Praat hij Engels? Praat hij ja, Engels? In principe wel. Hij praat alle talen. Hij praat alle talen, wat is dat nu weer, gasten? Speelt hij in films? Ja! Ah, Leonardo DiCaprio! Nee. Ja, is het hetzelfde mens eigenlijk? Nee! Het is geen mens. 40 seconden bezig voor een tip. Tip, Disney! Disney, oh ja, wauw, joh, dat kan ik niet. Maar alleen, alleen! Ja, dat is toch Disney? Van de Elfenfee of... Nee, Team! Ja, skips, ik weet dat. Kwak, 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 kwak! Kwak, kwak, Donald Duck! Ja! Ik weet daar niks van, hè? Man, je doet dat altijd! We hebben alleen nog maar Laura doen. Er was nog 3 seconden op de klok. Ja? Mooi, goed gedaan. Ja, maar zonder die kwak kwak ging het niet meer. Kwak kwak. Dit is het woord van Laura. 3, 2, 1, actie! Is het een mens? Ja. Is het iemand van jullie? Ja. Oh nee. Jasper, is het? Hoezo? Wacht, oké. Hoezo is dat? Nee. Stop, we zijn 6 seconden bezig. Hoezo wist je dat zo snel? Ik dacht gewoon een mens en ik zag jullie, dus ik dacht ik ga... Allee, ik dacht eerst zelf dat iemand van jullie... Denk je dan aan ons? Aan een mens? Ja. Oké, dat is wel sterk. Maar dat wilde zeggen dat iedereen deze challenge overleefd heeft. En dat wil ook zeggen dat we nu een challenge hebben waar wel iemand limo zal moeten verlaten. Ja. We hebben een potje met 6 kaartjes waar er in op staat. Eentje staat uit op en wie uit heeft, moet de limousine verlaten. Wacht, wacht, wacht. Bram heeft weer iets afgesproken. Ze zijn niet van het uitsteken. Hij heeft hier uit opgeschreven en heeft oh, in zijn handen. Oh, wauw. Dat is niet mijn geschrift. Jasper mag als eerste. Jasper mag als eerste. Oké, ja, oké, okay, maar nee, elke op de beurt. Wie het neemt, moet tonen. Dus jij moet tonen. Oh, wauw. Toon maar. Is het in of uit? In! Ja! Het is echt vallen. Laura heeft... Het is Alara, het is Alara. Niet zoveel kijken, hallo. Uh-oh. Het is één! Ik hoop dat iemand van jullie twee uit heeft. Ja, het is echt een dikke. Het zijn allemaal dezelfde posters, Jasper. Ik zie al een puntje. Ja, ja. Echt? It was at this moment that he knew he f***ed up. Wat van spelen? Ja, omdat je zelf... Maar is een kaartje? Je moet wel bewijs nog hij hebben. Hij heeft het weggesmeten. Ja. Is hij woest? Jasper gaat wel zijn snoepen meenemen. Och, arme Jasper. Kijk eens. Och, arme Jasper. Klaar niet mee, hè. De deur gaat niet open. Hé, hey, je blijft stop, erin. Stop, stop. Hey. Nee, klaar niet mee. Kwak, kwak. Oh! Dank u. We zijn nog met 6. En we gaan meteen naar de volgende challenge. Deze challenge wordt vooral heel spannend, want sowieso moet iemand de limousine verlaten. We hebben rietjes, we hebben een beker. We gooien vandaar richting de beker 2 halve finales. Eerst Celine, Laura en Ize. Dan kleine Laura, Bram en Michiel. En de 2 verliezers spelen de finale tegen elkaar. Let's go! Nope. Oeh. Nope. Nope. Kom op. Nope. Oh. Nope. Nope, 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 nope. Maar hoezo? Ja! Ja! Die was van Celine. Celine blijft... Oh, Laura, die valt erin. Celine blijft erin. Goed gedaan. Ize en Laura blijven gaan. Nope. Oh! Nope, nope. Oh! Nope. Ja! Die zit erin. Laura, jij gaat naar de verliezersfinale tegen een van ons 3. Succes! Nope. Uh-oh. Oeh. Nope. Oeh. Nope. Dat is echt moeilijk. Oeh. Nope. Nope. Oh. Nope. 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 Nee! Nope. Nope. Oh, nee. Nope. Nee! Mij zijn al. Ja! Oh. 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 Ja! Nu is het tussen Bram en Laura. Kom aan! Hoger, hoger! Ja, niet zo hard, Laura. Laura, hoger! Wat heeft die beker jou misdaan? Oh. Oeh.
Ja, sorry. En Bram. Ah! Bram. Dat wil zeggen dat er één Laura uit de limousine gaat. Ai, ai, ai. Omdat het de verliezersfinale is, komt de beker iets dichter. Wie als eerste scoort, blijft in de limo. Kom maar, Laura! En jullie mogen tempo maken, hè? Ja, dat is een race. Het is een race, hè? Hallo. Jullie mogen er ook uit als jullie willen. De deuren gaan open. Ze doen het goed. Ja, ja. Ga maar, Laura. Doei. Succes nog. Doei, Laura. Doei. Goed gedaan. Kwak. Deze challenge vind ik wel superleuk. Wij hebben twee soorten water. Water dat je in de winkel kan kopen en kraantjeswater. We gaan allemaal proeven. Wie kan raden wat kraantjeswater is en wat winkelwater is? Die blijft erin. Wie het niet weet, moet de challenge verlaten. Hier staan twee bekers. Cyril als eerste. Oké, draai maar om. Dit kan je dus in de winkel kopen. Dit is kraantjeswater. Ze gaat eerst voor nummer 1. Dat is van de kraan. Wat? Mag ik tweede? Het is juist. Jij mag als tweede. Goed zo, goed zo. Niet veel, hoor. Laura, het is klaar. Proef maar, Laura. Nummer 1. Is dit van de kraan? Het is juist. Wow. Het is juist. Niet spieken naar Ize. Ize, maar... Ah, maar nee, maar... Ja, dat is weer, maar, dat is weer nee, typisch, hè. Maar, je kunt toch dat nog aan veranderen. Dat is weer typisch. Ik was aan het praten. Niet spieken, hè. Wat zeg je? Wat zeg je? Spannend. Ze gaat eerst voor nummertje 1. Jullie zien een beeld wat het is. Uh-oh. Ik wel. Oei. Oei. Moeilijk, hè. Ize, laat nog wat over, hè. Oké, ik ga gokken. Denk dat dat kraan is. Ben je 100% nee, zeker? Nee, want ik gok. Ah, oké. Okay. 1 kraantjes. Ja. Het is juist. Ah, ja. Dat was echt een gok. Pak ze maar allebei. Ja, bedankt. Op de geur. Goed. Dit is echt spannend. Ja, 1 is kraantjeswater. Het is juist. Wow. Maar is het zo duidelijk? Ja, je gaat het nu eens. Ja, jij gaat het nu testen, hè. Ik denk dat ik het weet. Okay. Ja? Kraantjefles. Yes! Ja! Is dat... ja! Ik dacht oprecht omgekeerd. Ja! Wie van jullie heeft het meeste geduld en het minst snel stress? Ja, ik niet. Yeah. Ik ook niet. Ja, ik denk ook met Giel. Ja. Ja, ik heb geen stress, maar geen geduld. Want wij gaan elk om de beurt water bij een glas doen. Oh nee. Bij wie het glas overloopt. Die mag uit de limo. Oké, ik ga beginnen en we gaan met de klok mee. Ik laat het. Dat is wel... Wie morst, ligt eruit. Maar ja, dat is ook wel... Kijk, ik zal lief starten. Voilà, alsjeblieft. Dit is echt spannend. Ah, jij bent links. Oh, Laura! Ben je links? Oh, nee. Nee, dit is echt al spannend aan het worden. Oh! 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 Ja! Ja, mooi, ze blijft erin. Ja, hallo. Laura, met al haar vertrouwen. Hup, maar. Ja. Wow, gek hoor. Nog niet aan het morsen. Uh-oh. Oh, nee. Uh-oh. Ja! Oh, nee. Wow. Ja, hallo. Laura, maar je gaat zo snel. Ja, echt, hè. Nee! Uh-oh. Uh-oh, het is bijna toe. Ik zie het hier langs de rand komen. Ah! Ja! Het is al morsen. Ik zag het. Het is al morsen. Kwak, kwak. Hier is het dus gemorst. Kijk, hier kan je het zien. Ai. Bram! Oh, garme! Ik wist het. Jij hebt het zelf goed gedaan, Bram. Ja, goed gedaan. Goed gedaan. Hey, veel succes, hè. Doei! Doei! Toen waren we nog met wie! Ik heb iets gemist. Had Laura geen lange broek aan de rug? Laura had te warm. Dus ze is geswitcht van broek. Ik zie dat nu pas. Ja. En ze gaat deze challenge winnen, want ze heeft daar supergoed voorbereid. Hè. Ze heeft een korte broek bij. Ja, ik niet. Ja, en ik ben hier al het zweten. Oh.
Ah! En Celine heeft ook meteen een leuk idee. Ja. Dus ze gaat gewoon spinnen met de bottle. Doe één keer voor de fun, één keer voor de fun. Zo. Oh, maar niet. Doe, ja, doe. Ja, dat is Miguel. Doe eens echt. Mijn voet is weg. Ja, oh, dat is al twee naar keer jou. Naar mij. Naar wie het wijst, die moet de limo verlaten. Dat is wel echt de pijnlijkste om te verlaten. Dat is wel echt zo, want je kunt niks doen. Hè. Laura gaat draaien. 3, 2, 1. En hier kan ik niks aan doen. Dat is echt niet tof. Je hebt het goed gedaan. Hello darkness, my old friend. Sorry. Nu gaat iedereen wegklikken, hè, omdat ik uit de chat. Oh, nee. Daar gaan we. Oh, oh. Oppas van mijn hoofd. Ja. Oh, wow. We're out. Toen waren we nog met drie. Bram en ik hebben 3 post-its op de deur gehangen. Jullie mogen jullie post-it elk op de beurt proberen pakken. En jullie krijgen daar 15 seconden voor. 15 aan Bram timed. Ik timed. 3, 2, 1, actie. Uh-oh. Uh-oh. Wow. Okay. Lara, jij mag als tweede. 3, 2, 1, actie. 15 seconden. Oh. Oh. Ja, ze heeft hem. Bram, hij mag iets lager, Ja, goed zo, goed zo. 3, 2, 1, actie! Ja. Easy, niet de deur afbreken, hè? Nee, nee. Niet de deur afbreken, Bram, hoe lang nog? Oh, maar ja. Wat? Moet die lager hangen? 11 seconden. Het was te makkelijk. Oké, okay, maar we gaan wel een moeilijkere challenge verzinnen. Dan gaan we de challenge overleefd! Wow. En daar staan ze dan. Laat ze maar doen. Ja, de minion en de wortel. Ja, minion en wortel. Ja. Oh, minion en wortel. Echt zware besprekingen. We hebben een goede challenge. Oké. Okay. Kwak, kwak. Wij gaan 2 post-its hier verstoppen. Oh. En wie geen post-it vindt, die ligt eruit. 1 post-it met Michiel. Oh, wauw. En met Bram. En eentje met Bram. Ja, heel creatief, hè. Wortel en minion. Wortel en minion. Ha, 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 ha. Je hebt wel mooie sokken aan, Laura. Ja, echt, hè. Even shout-out naar je sokken. Echt, hè. Wauw. Mooi. Okay. Bramski. Bramski. Laat jij erop dat je ogen dicht gaan. Ja. Ik ga niet filmen waar ik kan verstoppen. Daar zijn er 2 post-its verstopt. Eentje met Bram. Eentje met Michiel. Wie geen post-it vindt, zodra wij start zeggen, die mag de limo verlaten. Dit is spannend. Celine kijkt overal. Ah, dat zou wel goed geweest zijn. Hangt er niet bij? Nee. Daarachteraan is iedereen ook aan het zoeken. Ja, dat zou ook een goede plaats geweest zijn. Hey, Bram, we hebben eigenlijk wel heel veel plaatsen gemist. De beste plaats hebben wij, want ze vinden hem. Nee, dat is waar. More moments later. Het is tijd voor een tip. Ze zijn al 5 minuten aan het zoeken. Mijn tip is, het hangt onder iets. Dat is de eerste tip. Straks een tip van Bram. Ja, onder iets. Oké, ze vinden het nog niet. Bram, wat is jouw tip? Mijn tip is, mijn post-it zit tussen iets. Hebben we al gekeken op de plaats? Ja, maar niet goed genoeg. Nieuwe tip. Zetel. Oh. Uh-oh. Ize. Of dat is een ander papiertje. Oh! Welk is het? Bramski. Bramski zat daar tussen de zetel. Ah, joh. Een andere tip. Die kant. Jullie moeten overal goed voelen. Kom op. Laatste tip. Afwasbak. Ze voelen niets. Silly heeft het. En dat is het. Michiel. Hieronder gaat het dus verder. Daar hing de post-it. Wat je zei, doei. En de deur gaat weer toe. Dicht. Oh, we zijn er met 2. Kom op. We hebben de finale gehaald. Kom op. We hebben echt super veel plaats nu. Ja, om te slapen. Oh, dat vind ik ook een Eén iemand moet de waarheid vertellen. 2 mensen liegen. Zij moeten raden wie de waarheid spreekt. Laura moet liegen. Kan je? Echt een pokerface. Hoor. Laura, heb je een verhaal in je hoofd? Nee. Je moet 1 verzinnen. Kwak, kwak. We zijn opnieuw binnen. We gaan alle 3 een verhaal vertellen. 2 verhalen zijn leugens. 1 verhaal is de waarheid. Jullie mogen dus raden wie de waarheid spreekt. Dus, ik was ooit in Turkije. En ik ging even in het zwembad. En ik kwam terug en mijn ouders waren weg. Ik was echt helemaal in paniek. En ik wist echt niet waar ze waren. En na 6 uur heb ik ze maar teruggevonden. Maar ja. Okay. Toen ik klein was, heb ik heel vaak dingen gezien. Zoals iedereen die kind is. Maar ooit lag ik eens in bed. En ik zag weer zoiets passeren.
Mijn deur vloog open. Het klinkt creepy. En ik hoorde stemmen. En ik zei de dag erna tegen mijn ouders van, waarom stonden jullie in mijn kamer? En zij zeiden, we zijn nooit in jullie kamer geweest. En er was niemand anders thuis op dat moment. Ja, ik heb nog altijd geen antwoord vandaag. Dat was mijn verhaal. Nu het verhaal van Bram. Mijn verhaal. Ik speelde bij A-Gent. En in de U14 was het match tegen Anderlecht. In die wedstrijd heb ik 5 assists gegeven. En hebben we de wedstrijd gewonnen met 7-5. Michiel die wordt aangesproken door geesten. Laura die haar ouders kwijtspeelt. Of Bram die 5 assists geeft tegen Anderlecht. Schrijf maar op een papier de beginletter van de persoon die de waarheid spreekt. Ize mag het als eerste tonen. 3, 2, 1. Michiel spreekt de waarheid. Nee. Jawel. Dat is een leugen. Nee. Het waren 2 leugens. Ja. Maar, ja, hallo. Ja, hey, moeten we... Nee, jij hebt de waarheid... Dan weet ik het. Dan... Nee, jij hebt de waarheid voor Michiel. Nee, dan... Ja, Ize, we hebben het 300 keer uitgelegd. Ik ga zeggen, dan weet ik... Dan, ja, ik weet het wie de waarheid is. De instructie was duidelijk, hoor. Oké, schrijf dan opnieuw op. Ize zegt dat Laura de waarheid spreekt. Celine zegt dat Laura de waarheid spreekt. Spreek jij de waarheid? Ik schrik niet de waarheid. Helemaal verzonnen! Dus wie nu juist heeft... Wint de challenge. Ize zegt dat Bram 5 assists heeft gegeven tegen Anderlecht. Céline zegt dat ik ooit stemmen hoorde in mijn kamer, maar er was niemand aanwezig. Laura mag het zeggen, wie het is. Niet de waarheid of de... Wacht, hij gaat spanningen houden, hè. Ja, niet hoog zeggen, hè. Je moet een spanning houden. Een beetje spanning, hè. Eerste reclame. Stel je voor dat dat nu zo is. Kwak, kwak. Bram. Bram spreekt de waarheid. 5 assists tegen Anderlecht. Céline mag uitstappen en Ize mag dan wegrijden. Voilà, goed, in de limo. Daar gaat ze. Hey. Doei. Bye bye. Ja. Goed. Daar. Ja, we zijn er vanaf. Feestje. Ize, supergoed gedaan. Yes. Hopelijk vonden jullie het leuk. Laat zeker weten of je ooit al in een limo hebt gezeten. Bedankt om te kijken en wij zien jullie in de volgende video. Peace.